Dan kunnen jij en ik en jouw buurman iets met vrije tijdsbesteding, noem het maar even, declareren. Kunnen ze iets met duurzaamheidsgoederen vervangen? Ja, als je voldoet aan het criterium dat je 110 of 115% van het minimum inkomen, of dat je daar beneden blijft. Oh, dus dit is voor mensen die jij nog niet kent, even heel zakelijk, maar die wel in aanmerking willen komen voor, nou, zijn uw duurzame verbruiksgoederen aan vervanging toe? Nou, dat zijn voor mensen die een uitkering hebben, maar die hebben niet meer. Dat is bij ons bekend. Maar er zijn ook mensen die, zeg maar, niet in de kaartenbak van de gemeente zitten, maar die toch een minimaal inkomen hebben en die te maken krijgen met niet verwachte bijzondere kosten. Want op zich is het natuurlijk een mooi vangnet als het gaat om vrije tijdbesteding. En Soest heeft daar in het persbericht over geschreven. Maar wij kennen het ook wel, en daar hebben we het over theater en sport en zulke soort dingetjes. Daar zie je natuurlijk ook een politieke uiter geweest. Ik denk zelfs voor jouw tijd. Dan zei je, ja, dat kwam nog denk ik uit de koken van betaalde bunschoten. Dat mensen gebruik moeten kunnen maken van een sportactiviteit. En is dit een vervolg? Je ziet dat het in meerdere gemeenten aan de orde is. Het is bij meerdere gemeenten aan de orde. Moet je jou aanspreken? Zeker. Theater, sport, Het is vooral belangrijk dat kinderen bijvoorbeeld, dat die in zo'n situatie worden opgevoed, dat die toch de mogelijkheid hebben om een opleiding te volgen. Dat kinderen de mogelijkheid hebben om te gaan sporten. Maar ook dat, en dat zie je met die duurzaam gebruiksgoederen, als de wasmachine kapot is, is dat wel een probleem. Ja. Dus kijk, het gaat natuurlijk niet alleen maar om van, het is een extraatje, maar het zijn wel vaak uitkeringen die ook echt nodig zijn. Ja. Vind je dat mooi dat zo'n stelsel er is? Ik vind het mooi dat zo'n stelsel er is. Ik vind het jammer dat het vaak gelabeld wordt als mensen die te lui zijn om te werken, want dat is niet zo. Ik vind het moeilijk omdat je vaak het gevoel hebt van er gebeurt ook iets wat niet zou mogen, hè, om daar de vinger achter te krijgen. Ja. Maar het is wel zo dat als wij dit op dit moment niet goed regelen in Nederland, en dan praat ik over, zeg maar, die decentralisatie in het sociale domein, als we dit niet goed regelen, dan krijgen we het als samenleving heel erg moeilijk. Ja. Er is veel discussie over uitkeringen. Hebben wij ook uitkeringsgerechten die in het buitenland wonen? Nee, want diegenen die in het buitenland wonen, die krijgen geen uitkering vanuit Bunschoten Spakenburg. Het is natuurlijk een lokale regeling. Op het moment dat iemand verhuist naar een andere gemeente, dan wordt het opgepakt door de andere gemeente. Ja, oké. Okay. Dus niet zoals met een AOW en kinderbijslag. Nee, dat precies. En dat is niet gebonden aan een bepaalde gemeente. In dat artikel wordt ook gesproken de participatiewet. Ja. Daar is heel veel over te doen. Ik heb dat dus op internet nagezocht. Contouren participatiewet van de minister moet op 1 januari 2014 ingaan. Dat vervangt de WBW, Wajong en de WSW. WSW heb jij druk over gemaakt, hè? Er werd gekort op de, ik zeg het heel onherbiedig, de schoffelploeg. Mensen die nuttig werk doen in onze omgeving. Daar heb jij voor een jaar geleden erg druk over gemaakt. Nou ja, kijk, het is zo dat we praten over een enorme decentralisatie. Dat betekent dat het Rijk zegt van, wat wij eerst zelf regelden, gemeentes, dat moeten jullie nu zelf doen. Waarom? Omdat jullie die bijstandswet ook goed geregeld hebben. Dus je krijgt straks met die participatiewet, dan worden er 3 wetten samengevoegd. Ja. En dat is, zeg maar, die bijstandswet, dat is ons allemaal bekend. Maar ook de wet sociale werkvoorziening, dus mensen met een arbeidsbeperking die nu ergens werken in een sociale werkplaats. En daarnaast komt er ook bij mensen, die burgers, die dus een Wajong-uitkering krijgen. Ja. En die Wajong-uitkering, kijk, mensen die duurzaam arbeidsongeschikt zijn en blijven, en we kunnen daar beste voorbeelden van bedenken, die komen niet naar gemeentes toe, die blijven hun uitkering aan. Maar mensen met een beperking, die toch bepaalde werkzaamheden kunnen doen, die komen dus bij de gemeentes. Dus de gemeentes krijgen straks een bijna verdubbeling van het aantal uitkeringsgerechten. Ja. En nu zegt, zeg maar, het Rijk zegt, de gemeente, dat kunnen jullie heel goed. En omdat jullie zo goed kunnen, denken we dat je het ook met minder geld kan.
Ja, ik wou zeggen. En daar zijn we natuurlijk wat minder blij mee. Maar we begrijpen ook wel weer dat het bezuinigd moet worden. En ik bedoel, dit is ook een opdracht aan ons. En ik vind, op het moment dat je direct gaat zeggen van nou, we krijgen te weinig geld, wij moeten nu aan de slag. Wat wel zo is, is ja, dat wij snel moeten zijn om het te organiseren. Want 1 januari 2014, dan krijgen wij de beschikking over die middelen. Dus wij moeten contact gaan maken. Contact gaan zoeken met het bedrijfsleven. Ja. Overigens, jij hebt het wel over middelen, maar is dit geen ordinaire bezuiniging van de overheid? Want je ziet uiteindelijk in een periode van x aantal jaar moet er een bezuiniging optreden van 1,8 miljard. Dus het is, gemeente, hou je broek even omhoog, regel het lekker zelf. Je krijgt alleen niet het geld bij VNG, dan moet je afspreken, participatiewet gaat zo niet werken. Ja, ander artikel, gemeente, participatiewet, een financiële dwangbuis. Ja. Nou goed, alle instanties gaan zich nu... Dat moet jij toch ook een beetje met eens zijn? Of zeg je van, nou joh, bij ons zit het helemaal niet aan de orde? Nou, natuurlijk, het wordt heel erg moeilijk. Kijk, het is zo, wij moeten dus zeg maar straks een heleboel mensen proberen op de arbeidsmarkt te krijgen. Ja. Nou, dat kunnen wij wel vinden als gemeente. Maar er is één partij die daarin een leidende rol zal moeten krijgen. En dat zijn natuurlijk de werkgevers. Ja. In een tijd dat het heel erg moeilijk ook voor hun is. En kijk... Ja, wij moeten met hun in contact. En daarom ben ik zo enorm blij met de lokale VNO-NCW en ook de regionale. Die zeggen nou, kom maar met ons in gesprek. Laten we nou samen mee aan de slag gaan. Want zij krijgen straks te maken met een kwotumregeling bijvoorbeeld. Ja, alleen de verplichting om arbeidsbeperkende mensen op te nemen in je bedrijf is niet aanwezig. Nou, die verplichting die zou dan moeten komen uit die kwotumregeling, dat mensen, dat bedrijven boven de 25 medewerkers, 5% verplicht zijn om mee te nemen. En ik weet dat werkgevers er niet van houden om verplichtingen te krijgen. En dat snap ik ook wel. En ik vind ook die 5% vind ik wat minder belangrijk. Ik zou graag met hun in gesprek willen gaan van nou, hoe kunnen we het nou met elkaar voor elkaar krijgen? Dat mensen, lokale mensen, burgers, hier in Bunschoten, dat die toch aan het werk kunnen. Ja. Is dat toch uiteindelijk een kwestie van geld? Als je iemand opneemt voor een bepaalde periode, ik weet vanuit de arbeidsongeschiktheid dat je iemand 3 maanden bij een nieuwe werkgever kunt plaatsen, zogenaamd tweede spoor, dat wordt vergoed door de UWV. Nu krijg je iemand met een arbeidsbeperking, omdat het een vorm van verplichting is, wat voor financiële tegemoetkoming krijgen die werkgevers? De werkgevers krijgen wel een loondispensatie. Er zijn natuurlijk 2 middelen die daarin leidend zijn. Die werkgevers zeggen, wij willen niet al te veel administratieve besonjes. Wij willen graag hebben dat het geregeld wordt. Daarnaast is het zo dat iedereen heeft een bepaalde loonwaarde, noemen we het dan. Hè. Dus dan, die loonwaarde moet bepaald worden. En als iemand een loonwaarde heeft van 40%, dan vindt ook die werkgever dat die 40% moet betalen. En dat die andere 60% aangevuld zou moeten worden door de overheid. Want je krijgt natuurlijk ook die hele WSW-mensen terug naar de gemeente. Voor degene... Waar je ook iets mee moet om ze aan het werk te helpen. Ja, dat is zo. En dan zijn ze ook helemaal speciaal bedrijven, zo'n autitalent. Dit is een bedrijf die dus zeg maar mensen met een beperking, met een autistische beperking in dienst hebben en die werkzaamheden laten doen. Dus het is niet zo dat iemand met een... Kijk, wij moeten leren om te gaan met mensen met een beperking. Ja, dat is natuurlijk al heel lang aan de gang. Jij komt ook uit het bedrijfsleven. Er werd natuurlijk heel veel subsidie aan toegevoegd om iemand een bepaalde periode met in de hoop dat ze konden blijven. Ja. En laten we zeggen, de bovenlaag kon blijven. Ja. Want net het laagje eronder, die zit dan toch weer thuis. Maar het is ook hartstikke moeilijk. Ja. En zeker in deze tijd voor werkgevers. Want het valt niet mee om, zeg maar... In deze tijd, als je mensen moet ontslaan, om dan ook nog eens te gaan kijken van, ja, maar ik wil straks wel die en die bewoningsgroep in dienst nemen. Wat is jouw streven? Heb jij een streven? Het gaat over getallen. Zeg jij van, nou, 2014 moet ik 20% aan een baan geholpen hebben? Want ze komen straks op 1 januari, staan ze voor de deur. Nou, die wet is nog niet helemaal rond, Raad van State moet nog. Kijk, het streven is om die mensen die dus graag aan het werk willen, om die aan het werk te krijgen. Ja, maar ik vind het prima zo, meneer de wethouder. Het is zonnetje, ik ga lekker op een bankje zitten. Ja, nou, ik denk dat er een heleboel mensen zijn die zo niet denken. Nee. Kijk, en dat is natuurlijk weer zo. Natuurlijk zullen er een paar bij zijn. Ken jij ze? Ken jij die 100? Qua persoon? Zie jij ze lopen? Ik zie ze lopen, ik ken ze niet allemaal.
En dat is ook maar goed. Ik bedoel, er is veel meer dan als je iemand in de zon op een bankje ziet zitten. Ja, ja, nee, dat is ongetwijfeld. Je probeert de goede, de arbeidswilligen eruit te plukken en niet iedereen kan werken. Zo simpel is het natuurlijk ook. En dat er dan een sociaal vangnet is, lijkt mij meer dan goed. Dat lijkt mij fantastisch, als dat zo kan. Ja. Het laatste woord is aan jou, Bert. Wat had jij nog willen toevoegen aan dit verhaal? Zeg jij van de VNG, het geld komt wel, ik heb de gemeenteraad mee. Want er zijn heel veel budgetten. WMO speelt een rol daarin. Je moet zelf aan de bak, je moet zelf werkplekken creëren. Er is wel heel veel werk. Er is heel veel werk. Je krijgt nu een stapeling van regelingen die naar gemeentes komt. Waar geld mee komt, waarin de bezuiniging zit. Het gaat er nu om dat wij als gemeenschap, als samenleving, op een andere manier met elkaar gaan omgaan. En dat we niet alleen maar kijken naar winstmaximalisatie, hè, met gezonde mensen. En als ze hier niet zijn, dan halen we ze wel ergens over de grens vandaan. Want daar werken ze hard en kosten ze weinig. Maar als dan op hetzelfde moment je buurjongen, hè, of je familielid, ja, met een gezinnetje, ja, plotseling zonder werk zit. Ik denk dat het goed is om daar eens goed met elkaar over te blijven praten. Ja. Met begrip voor elkaar. Bert, daar roep je wat hoor. Ja, dat is ook moeilijk. Dat is ook moeilijk. Want de man uit Polen of waar dan ook vandaan, die komt hier 20 uur, 10 uur per dag werken. En de, ja, Nederlanders zijn gehouden aan CEO en alles erop en eraan. Ja, het is moeilijk. Het is moeilijk. Maar het is, als je het niet doet, als je ziet wat voor een vrijwilligersorganisaties zijn, als we kijken, die ook mensen met een beperking in dienst nemen. Ja. En die elke keer daar ook weer ook een stukje plezier in hebben. We lossen het probleem niet in 1, 2, 3 keer op. Maar het is wel zo dat die werkgevers en de overheid, ja, dat die toch op elkaar zijn aangewezen. En het is nu een wat frisse tijd. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar de lente komt toch wel. Heb je de gemeenteraad achter je? Hebben wij zo'n sociale gemeenteraad dat de plannen die jij aanreikt, misschien met een plus en een min, worden goedgekeurd? Ik kan me niet voorstellen dat er een gemeenteraad is die zou zeggen dat als er burgers zijn in hun gemeente die een beperking hebben, dat ze daar zouden tegen zeggen van nou stop die maar ergens in een omgeving dat je ze niet ziet en dat je ze maar aanlaat. Hebben wij dat iets meer dan een andere gemeente? Dat zou ik niet durven zeggen. Nee, ik denk dat we dat allemaal... Sociaal bewogen, grote stad. Ik hoop, dit is natuurlijk anders dan een grote stad. En je moet ook anders beleid maken dan in een grote stad. Maar ik denk dat iedere bestuurder zo zou in elkaar zou moeten zitten. Zeker als je sociale zaken en werk en inkomen in je portefeuille hebt. Dat je er moet zijn voor iedere burger. En ja, niet van nou goed, ik ga alleen maar mijn targets halen, zo gezegd. 2014, dan is er de verkiezingen. Ben jij een blijvertje zodat je zegt van ja, mijn hele participatie werd echt, dat is mijn ding geworden. Ik wil dat van 2014 tot 2018 echt gaan uitvoeren. Nou, we hopen natuurlijk in 2014 beleidsmatig al de drie grote decentralisaties al heel eind te zijn. Nou goed, het zou natuurlijk fantastisch zijn als je het af kunt maken. Maar goed, dat is natuurlijk aan de kiezer. En er spelen natuurlijk meer zaken dan sociaal domein. Maar ik denk wel dat het een heel belangrijk item is om ook voor de mensen om te kijken van nou goed, is dit nou in Bunschoten goed geregeld? Als dit, dat is de beste city marketing die je kunt bedenken. Ja. Want als je hier komt wonen, ja, dat je denkt van, als ik hier kom wonen heb ik sneller werk. Is het beter met de jeugdzorg geregeld? En als ik ouder word, kom ik ook nog in een mooi verzorgingstehuis. En dan hebben we nog heel veel huizen ter beschikking. Dus wat dat betreft, kom allemaal naar hier toe. Uiteindelijk kom allemaal, niet allemaal tegelijk. Maar nou, ik merk wel, aan jou ligt het niet, Bert. Ik ben gedreven. Ja. En ik hoop dat het inderdaad een mooie participatie werd met allemaal plussen en minnen, maar dat het allemaal voor elkaar komt. Dank voor de uitnodiging en voor de beluistering. Graag gedaan. Beste mensen, dit was Praatje Politiek, een special. Het ging over werk en inkomen, sociale zaken. En mocht u vragen hebben, ga naar BBS en ook misschien wel naar de wethouder, want die heeft er alle verstand van. Daar ligt het gedaan. Graag tot een andere keer.